Hallo, ik ben Jebby Meijers van The Common Limit en dit is Max Guitars Gear Talk. En we gaan kijken naar mijn spulletjes die ik gebruik tijdens deze Common Limit Tour. Het varieert nogal eens. Ik heb nu gewoon dingen bij me en vandaag is het zomer. Het kan morgen zomaar heel anders zijn. Maar er zijn wel een aantal vaste waardes en laten we eens even gaan kijken. Laten we dan maar beginnen met gitaar, dat is toch het belangrijkste. Ik begin even met deze gitaar, dat is een, mijn Carlton Duesenberg, de CC Fullerton. Die heb ik bij Max Guitar gekocht een aantal jaren geleden, omdat ik heel graag een Duesenberg wilde gaan spelen, omdat ik een hele mooie gitaar vind. En deze gitaar heeft natuurlijk wel een soort verhaal. Wat mij betreft, want ik kwam ze bij Max. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd die er waren. Er waren een stuk of, nou, ik geloof 20 of zo. En uiteindelijk ben ik voor deze gegaan. Die vond ik het meest dynamisch van allemaal. En het meest veelzijdig van de badge die er toen was. Dus deze gitaar heb ik gekocht. En ik ben ermee naar huis gegaan. En ik heb daar eigenlijk, dat is een soort van, ik zou bijna zeggen mijn hoofdgitaar. Het bijzondere aan deze gitaar is dat ik deze heb gebruikt tijdens het Eurovisie Songfestival van 2014. Toen wij daar Calm as the Storm speelden. Ik speelde daar die gitaarsolo. En twee weken daarna was de hele badge van deze Carlton Fullerton uitverkocht in heel Europa. Dus toen gebeurde er het volgende. Er waren ongeveer, ik geloof, 1500 gitaren verkocht van deze in heel Europa. En toen kreeg ik een e-mail van Ingo Renna, de directeur van Duesenberg Gitaren. En die stuurde mij een e-mail met een gitaar. Deze. Precies dezelfde gitaar. Maar deze heeft Ingo zelf gerelict, zeg maar. Dus die is helemaal roestig, zie je? Mooi, hè? En die kreeg ik cadeau. Als dank voor de onbedoelde reclame voor Duesenberg. Deze gitaar staat in dat gat stemming. Die gebruik ik op sommige nummers. Dat is de beroemde Kaiswier. Die stemming. Daar kan je hele mooie dingen mee doen. En bij de Common Limit spelen we twee liedjes in dat gat. Dus daar komt deze eruit. Er zitten super dikke snaren op. Klinkt echt super vet, super lekker. Humbuckertje, P90. Een mooi tussenstandje. Fantastische gitaar. Dan zou ik eigenlijk willen gaan naar afdeling Rebel Relic. Ik heb een aantal Rebel Relics. Luke en Alvaro bouwen al sinds een paar jaar gitaren voor mij. En sommige in opdracht, sommige van de muur, zeg maar. Zoals deze. Deze komt echt van de muur. Die zag ik hangen. Ik zei, hey, dat is een mooie Strat. Ik wil eigenlijk al heel lang een keer zo'n mooie witte Strat hebben, zeg maar. Ik had vroeger zo'n poster van Jimi Hendrix boven mijn bed hangen en speelde op een witte Strat, weliswaar met een zo'n grote late jaren 60 kop erop. Maar nou, deze Strat heb ik een keer bij Luke van de Muur, echt van de muur getrokken en ik speelde erop en dacht, wauw, dit is een van de mooiste Strats die ik, waar ik op gespeeld heb. Dus deze is ook een soort buddy van mij, daar speel ik heel veel op. En gek genoeg, ik heb het altijd voor afschuwd, maar eigenlijk speel ik hem altijd op het fasestandje bij de Common Limit. Heeft hij zo'n lekkere kwak. Een lekkere kwak sound, zeg maar. Slap delay erop. Heel mooi. Ik heb ook in de tijd dat ik speelde bij de Dijk, was mijn hoofdgitaar altijd een Jazzmaster. Ik had een aantal Fender Jazzmasters, een 62er, een 59er en een Reissue 62er. Maar die waren allemaal best wel mellow op een bepaalde manier en ik wilde een fellere Jazzmaster hebben. Omdat ik ben Jazzmaster gaan spelen omdat ik vroeger veel naar bands als Dinosaur Jr. en nog steeds trouwens en My Bloody Valentine luisterde. En het was echt, hun hele sound was eigenlijk rond de Jazzmaster, Sonic Youth. Die sounds van die bands zijn echt rond de Jazzmaster gebouwd. Dus ik wilde graag een Jazzmaster spelen, maar ik wilde een hele felle. Dus toen ben ik naar Luke gegaan. Ik wil een Jazzmaster, kan je dat bouwen? En Luke zijn eerste reactie was, man, those guitars are nightmares because of the electronics. En ik zei van, nou,
Kijk, ik gebruik de preset nooit, dus die kan je weglaten. Dus heeft Luc deze van mij gebouwd. We hebben onderzoek gedaan naar welke elementen nou het tofste zouden zijn. We hebben uiteindelijk voor de lollers gekozen, omdat die, ik denk, wat minder wikkelingen hebben, waardoor ze wat scheller klinken, wat opener. Dus je kan er eigenlijk heel lieflijk op spelen, maar als je met een gruwelijke fuzz erop of zo, dan is het echt een soort zaagmachine. Dus dit is, deze gitaar is de zaagmachine. Maar zoals je ziet, daar heb ik de wieltjes eruit gehaald. Dit doen Lee en Thurston van Sonic Youth. Die doen het ook altijd. Die bypassen dit hele ding. Wat zij doen is, zij bypassen vaak ook nog de volume en toon. Gaan eigenlijk direct van de pickups naar de jack. Die gitaar noemen ze dan de Jazz Blasters, zeg maar. Hele fijne jazzmassa, hele lekkere hals. Ik speel samen met Martijn van Acht. Wij zijn zeg maar de gitaartandem, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt is natuurlijk dat we elkaar wel eens in de weg zitten. Omdat we eigenlijk... we hebben ongeveer dezelfde soort idee over sound. Dus die krijgt heel vaak een soort dubbelop toestand. En dus als wij allebei met een Les Paul door een matchless spelen of zo, dan heb je gewoon een soort van... Dan kan het nogal eens met elkaar in de weg gaan zitten. Nou is het zo dat toen wij in Nashville aan het opnemen waren, de laatste hand aan het leggen waren aan onze tweede album, dat ik ineens dacht, ik wil eigenlijk een partijtje op een 12-string Rickenbacker spelen. Er was er daar één en dat ben ik toen gaan doen en dat paste naadloos in dat hele klankbeeld van de Linnets. Dus, die gedachte liet mij niet los en omdat Martijn en ik elkaar af en toe in de weg zaten, zijn we er heel erg over die sounds gaan nadenken. En toen dacht ik ineens, weet je wat, ik ga gewoon zoveel mogelijk op een Rickenbacker 12-string spelen. Maar ik had er geen, dus we hebben er eentje gekocht om te kijken hoe dat zou bevallen. En de eerste die we kochten was deze rakker. Dat is de 360 C64, de George Harrison ook wel. Zonder de R. Dus dit is eigenlijk een replica van het de George Harrison Rickenbacker. Het mooie is dat de 12-string is heeft zo'n andere sound. Dat als Martijn bijvoorbeeld op Les Paul speelt en ik speel op deze, zijn we automatisch gewoon echt ver van elkaar vandaan. Het is gewoon een heel ander geluid, een heel ander instrument. En dat is echt heel erg leuk. Dus een soort happy accident was dat. En, Martijn kan dan een goede single lead spelen en ik kan lekker tokkelen. En ik zit wat hoger in het spectrum en Martijn een beetje lager, zeg maar. Dat is een beetje de globale indeling. Dus dat is deze, de 12-string. Nachtmerrie om te stemmen. Maar eenmaal gestemd blijft hij goed op stemming. Speelt als boter, geweldige gitaar. Maar bij de Linnets spelen we veel andere stemmingen, veel met capo's en we wisselen vaak, dus ik moest een tweede rig hebben. Maar toen zag ik Tom Petty spelen op een 381 12-string, dat is deze beaut. En Jeff Tweedy van Wilco heeft ook een 381. Kijk, en het mooie van deze is dat hij een hele mooie welving heeft, zie je? En een hele mooie blok, een blokrandje, dat is echt fantastisch. Fantastische gitaar. En wat ze ook verbeterd hebben, is je kan dus echt bij alle 12 de zadeltjes kun je hem helemaal afstellen, zeg maar. Dus het is echt een enorme gepiel. Maar goed, deze die staat dus eigenlijk standaard, stom toevallig, hebben heel veel nummers in S en in C. Dus deze staat standaard capo 3 en wordt af en toe omgestemd, zeg maar, door mijn arme vriend Eus, die dat dan allemaal moet doen. Of Guido. Maar goed, dat is dus handig. Dat is gewoon echt puur een tijdskwestie. Omdat ik soms dan weer deze en dan weer die moet doen. Dus we hebben deze twee rigs hebben we, zeg maar, in de huis. En het zijn echt... ik ben daar heel blij mee. We zijn helemaal ingedoken. Het is echt een ontzettend... het is echt een wereld. Wereld aan zich. De elektrische 12-string. Erg fijn. Dan heb ik hier mijn OM. Dit is mijn akoestische gitaar. Maar de akoestische gitaar bij mij is gewoon niet zo belangrijk, omdat Ilse speelt akoestische gitaar, Matthew speelt akoestische gitaar, Jake. Ze hebben eigenlijk al drie,
drie akoestische gitaristen, zeg maar, de Linnens. Dus voor Martijn en mij ligt de focus gewoon eigenlijk op andere gitaren. En deze gitaar is een OM van Eastman, zeg maar het klassieke OM-model. Klinkt als een klok. Ik vind het echt een geweldige gitaar. En ik heb enorm veel sympathie voor Chang, de CEO van Eastman, die probeert op vooroorlogse wijze, zeg maar de pre-war Martin manier, gewoon gitaar te bouwen, maar het toch betaalbaar te houden. En ik vind dat ze daar bijzonder goed in slagen. Prachtige gitaar. En hij wordt steeds mooier hoe meer je erop speelt. Dus dat is mijn akoestische gitaar hier. Volgende wat ik tegenkom hier is deze. Dat is ook weer een. Dat is een Spaanse klassieke gitaar. Van cederhout. Cederhout en Brazilian rosewood. Hartstikke verboden. Dit is een Calla Iri uit 1977. Een hele mooie. Mooie. Ja, klassieke gitaar. De reden dat ik die heb is. Ik werd laatst gebeld of ik een stukje van het concerto de Aranjuez zou willen spelen. En ik had eigenlijk geen goede nylonstrings. Dus ik heb deze aangeschaft en ik ben hier eigenlijk als een gek op gaan studeren. En bijvoorbeeld met de Linnens spelen we ook wel eens liedjes als Jolene, de Dolly Parton en zo. Dat is ook echt een nylon dus. Weet je wel, dat is echt een soort echt een distinctive nylon sound. De gekke gitaar, ik neem hem op het moment overal mee naartoe waar ik ga. Ik studeer me helemaal suf erop. En te gek ding. Het mooie is van Dobro, het is eigenlijk een onmogelijk instrument. Voor als je gewoon gitaarspelen gewend bent. Maar we waren dus met de eerste Kom Linnens plaat bezig. En ik had nog nooit Dobro gespeeld, maar deze. Dus je speelt dat eigenlijk met picks en. Dus dit is een steel gitaar, en dan een barretje en dan die picks. Jerry Douglas is een van de meest waanzinnige muzikanten ter wereld. Heeft op de eerste plaat van de Linnens Dobro gespeeld. We hebben hem eigenlijk gewoon opgebeld en gevraagd of hij dat wilde doen. En hij zei: ja, natuurlijk, doe ik. En hij heeft natuurlijk waanzinnig mooi gespeeld. En toen moesten we live gaan optreden met de Linnens. En ik vroeg zo aan Ilse: wie gaat die Dobro-partij dan spelen? En Ilse keek me toen aan: ja, jij. En zo. Dus ik ben eigenlijk gelijk in het diepe gesprongen. Ik heb Dobro gekocht. En ben het gaan doen. Gewoon op handen en voeten, zeg maar. Ik kom niet bij de verse verte, niet in de buurt van Jerry Douglas. Maar op het tweede album kwam Jerry naar de studio en had hij deze Dobro bij zich. En deze is een hele speciale Dobro, want er zijn eigenlijk twee hoofdstemmingen in Dobro-land. Dat is namelijk gewoon de Nashville-stemming, dat is G, GBD, GBD. Dus GBD, GBD, dat is een G majeur triad, twee keer een triad als het ware. Ja. Maar de andere stemming is de open D-stemming. En je hebt daar dus normaal twee dobro's voor, maar Jerry heeft dit bedacht. Dus open G en dan doe je open D. Dat is min of meer gestemd, zeg maar. Dat is dan D, A, D, vies, A, D. Dus je hebt gewoon een D-akkoord helemaal. Dat is heel handig om voor songs die in andere stemmingen staan, om dat in één klap te kunnen doen. Dat is, vind ik fantastisch. En Paul Beard is de bouwer van deze dobro's. En die man heeft het razend druk. Die heeft een Diamond Gold Tone. Maakt daar dobro's voor. En daar verdient hij echt geld mee. Maar hij was zo aardig om. Hij is fan van de Linnens.
I say, you guys are doing a great job. I will make one as soon as I can. En inderdaad, na één telefoontje van Jerry Douglas hadden we twee weken later deze fantastische Jerry Douglas signature. Twee dobro's voor de prijs van één. Eigenlijk. Dat is de dobro. Die ook gehad. Nog één dingetje. Hiro. Mijn Eastman mandoline. Weer de Eastman. Ik heb daar Thomas Tieks naar flatwounds op gelegd. Ja, hartstikke leuk ding. Prachtig gemaakt, zoals je kunt zien. Allemaal handwerk. Gewoon in de fabriek in China. Echt helemaal te gek. Supermooie mandoline. Dus het is eigenlijk een soort F-model met een A-gat, als het ware. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, het is een prachtig ding. Dus mijn paddleboard. Mijn paddleboard is eigenlijk een... ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik heb de indruk dat het geen dag hetzelfde is. Alhoewel, ik moet wel zeggen, sinds ik bij de Kommelinners veel zing, kan ik me eigenlijk gewoon wat minder permitteren om veel met pedalen te doen. Omdat je gewoon eigenlijk de focus ligt veel op de zang dan eigenlijk op de gitaar staat, zeg maar. Dus ik heb het zo simpel mogelijk gehouden. Het zou nog simpeler kunnen hoor, maar dit is eigenlijk wel dit is heel fijn, fijn setje. The usual suspect, de tuner. Gaat hij in de full tone Clyde wah, de Clyde Deluxe. Ja, vind ik het te gekke wah. Hij is heel veelzijdig, kan er heel veel kanten mee op. Dan gaat hij in de Ernie Ball volumepedaal. Daarna gaat hij in het belangrijkste pedaal ooit gemaakt in mijn optiek. Mijn bescheiden mening is namelijk de Clone Centaur. Dit is een KTR. KTR is een replica van de Clone Centaur, maar gemaakt door Bill Finnegan. Ik heb Bill Finnegan zelf gebeld. Ik heb namelijk twee originele Clone Centaurs en die pedalen die staan nu op eBay voor... Nou, het hoogste wat ik heb gezien is $4000 voor een medium overdrive. Dan heb je dus de gouden met de boogschutter erop, zeg maar. Mint condition, dat is een enorme hype. Ik heb twee zilveren, maar die gaan dus nu ook al voor rond de $2000. Dus ik heb besloten om die thuis te laten. Mede omdat ik Bill Finnegan heb gebeld en gevraagd van... Je hebt een KTR gebouwd, wat is het verschil? En Bill zei, ja, gewoon niet. Er is geen verschil. En mensen zeggen, ja, er is wel een verschil. En zeggen, het is gewoon niet waar. Het zijn precies dezelfde componenten. De behuizing is anders, dat is het enige. Het prijsverschil is, je betaalt hier $250 voor in plaats van 2.000-3.000. Dus ik vroeg aan Bill van, ja, maak er een en stuur hem op. Dat heeft hij dus gedaan. En inderdaad, ik heb het geabeet. Ik hoor eigenlijk geen verschil. Ik hoor gewoon geen verschil. Dus ik heb er nu drie. Dus op mijn drie hoofdpedalboards heb ik allemaal zo'n ding. Want het is een essentieel onderdeel van mijn gitaarsound. Ik weet niet wat dat is, mijn gitaarsound. Maar de Clone is echt een soort van modeler of zo van mij. Ik kan ook gewoon... Op de originele clones kan je makkelijker, dat is namelijk een echt groot pedaal met grote knoppen. Hier kan je heel lekker aan de gain en aan de toon draaien en zo terwijl je aan het spelen bent. Dat vind ik heel fijn. En het mooie is, ja, de hele dynamic range van je gitaar blijft super intact op de een of andere manier. En het lijkt wel alsof dat pedaal praat met je versterker. Ik weet niet hoe dit gedaan heeft, maar het is een soort van Bill Finnegan en Alexander Dumble zijn zo van die... Ja, mensen die met God communiceren over elektronica, weet je wel. Dat zijn echt gewoon wizards of zo. Dus dat is mijn belangrijkste pedaal eigenlijk. Ik ben nu in een fase dat ik die mini-pedaals van Mower heb ontdekt. Ik vind ontzettend leuk, ik vind ze ontzettend goed klinken ook. De een beter dan de ander, moet ik zeggen. Het zijn kopieën van beroemde pedalen, maar dan in een heel kleine behuizing. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ik heb een kopie van een Diamond compressor. De Hustle Drive is eigenlijk de OCD, die heb ik ook origineel. De Pure Boost is een soort, volgens mij die RC Boost van Exotic Effects. Daarna gaat hij in de Electric Lady en deze... kijk, je hoort het al.
Zie je, die begint, als je er helemaal niks mee doet, gaat hij al aan, als het ware. Je kan hem horen hier. Vind ik te gek, dat soort dingen. Dus dat gebruik ik eigenlijk al bij outro's of als het echt wild shit, zou ik maar zeggen, dan gaat deze gast gewoon aan. De staaljager. Dan gaat hij een Moore kopie van de Phase 90, gewoon de MXR, de beroemde Phase 90. Maar ik vind, op de een of andere manier vind ik deze toffer klinken dan die MXR's. Ik weet ook niet, het is gewoon een curve wat mij helemaal bevalt, wat ik ervaar als zijnde mooie klassieke phaser. Ongetwijfeld zijn er 100.000 mensen die nu zeggen, ja, je lult uit je nek. Maar voor mij is het gewoon van, ja, ik vind het echt een hele mooie phaser. Ik heb Roger Mayer phasers, ik heb Fulltone phasers, ik heb... de hele MXR-bende uit alle jaren, de originele en de replica's. Ik heb de Voodoo Vibe, je noem maar op. Maar ik vind dit gewoon een heel fijn, te gek phasertje, wat eigenlijk altijd werkt voor mij. Dus nogmaals, omdat ik had vroeger bij de dijk had ik wel eens twee phasers ook, weet je wel. Maar dat gaat gewoon nu niet bij de Commelin. Dus dat ik gewoon een phaser, that's it. Vervolgens gaat hij naar de... Nee, dat is niet waar. Hij gaat naar de Diamond Memory Lane 2. Ik had hiervoor een Strymon Timeline. Maar die crapte eruit tijdens een optreden laatst. Ik weet niet, het was iets met voeding of iets met stroom wat niet goed ging. En hij stond niet op True Bypass, dus het betekende dat hij... Hij deed het niet. Geluid was weg. En toen ben ik zo boos geworden. En de volgende dag, toen ik wakker werd, werd ik nog steeds boos. Toen heb ik dat ding eraf gegooid en... toen ben ik gewoon gaan kijken wat nou de beste optie zou zijn voor een analoog pedaal wat twee functies kon doen, namelijk gewoon delay en slap. Er was eigenlijk maar één antwoord mogelijk en dat is de Diamond Memory Lane. Het is een te gek pedaal en so far no complaints, zeg maar. Je kan ook allemaal expressiepedalen op aansluiten, dat wil ik ook nog wel een keer doen, maar nogmaals, dat kan nu gewoon niet. Als ik zoveel zing, dan is dat gewoon heel moeilijk. Die gaat vervolgens in de Strymon Flint. Dat is eigenlijk... deze twee pedalen zijn eigenlijk de enige twee digitale pedalen die ik nu gebruik. Deze gast doet het gewoon altijd, moet ik zeggen. En het klinkt fantastisch. Ik vind de reverb gebruik ik eigenlijk alleen bij Calm After the Storm, weet je echt zo. Als dat introotje speel. Weet je wel, dan kan echt gewoon zo heel lang doorgaan. Gewoon seconde 5, 6. Zo'n hele lange, maar zachte galm. Je krijgt een soort zo'n zilveren randje overal omheen. Tremolootje. Bobbel. Vervolgens gaat het hele zwikkie in de... Dit Leslie pedaal. Van mijn vrienden bij Hammond Suzuki. Vind ik op zich niet het allermooiste Leslie pedaal wat er is. Als je het gebruikt in een line situatie, dus in de studio en je gaat direct de tafel in, dan is het niet de allermooiste Leslie emulatie die ik ken. Maar omdat hij niet zo kleurt als de betere kandidaten, is hij juist perfect voor gitaarversterkers. Dus hij is wat lijniger dan je ideale Leslie pedaal zou zijn, maar juist op een gitaaramp is dat, wil je dat hebben. Dus perfect voor dit. En super ding. Gewoon je kan van alles instellen, hoe snel die naar langzaam en snel gaat, et cetera, et cetera. Dat zijn de pedalen voor mijn elektrische afdeling. De akoestische afdeling is eigenlijk heel simpel. Ik heb een Fishman Aura DI. Die gebruik ik voor de dobro en de mandoline. Er zit een compressortje op, een blendknop, volume en een effects loop. En daar gaat deze gast heen, de Muller Overdrive. En die is fijn omdat die heeft een mixfunctie. Dus je kan gewoon je akoestische dobro of mandoline signaal kan je intact laten. Maar je kan dus gewoon een randje kapot erbij draaien als het ware, zeg maar. Dus dat is voor de akoestische setup. Soms gebruik ik dat bij solo's of bij wat wildere nummers, weet je wel, die wat minder pristine klinken. Ja, dus dat was eigenlijk mijn pedalen ding. Over 2 weken is dat helemaal anders, want er komt weer wat anders bij. Amps, super simpel. Ik heb door
mijn vriend Stefan Geens van Freaky Audio Design. Een briljant geluidstechnicus en amp-guru. Ik heb aan hem gevraagd, kan je van mij een zachtere Blackface, 65 Blackface Deluxe amp bouwen met een tremolo en een reverb. Die ik ook kan bypassen. Dus die zijn patchable. Dus ik heb het nu gepatcht, maar je kan dus ook snoertjes eruit halen. Dan heb je alleen maar kaal de amp. Volume, bas, midden, treble, tremolo erop. En deze amp, dat is wel leuk, een detailtje. Dit is een one of a kind, het is de Linnet Verb. Hoe kan het ook anders? En ja, dit is gewoon de mooiste amp die er bestaat. Het is helemaal naar mijn specs gebouwd en ik kan er alles mee. Fantastisch, gewoon één speaker, no frills, that's it. Ik heb als backup, ben ik ook mee aan het experimenteren, is een Blue Sky topje van Colin Elfrink, Iron Cole. Dat is een 6x6 amp, het is eigenlijk een soort jazz amp, die is gewoon heel recht. Dus alles moet je een beetje pedalen maken als het ware, als je dat zou willen. Het is echt een doorgeeflijk. De Ace 18, die heb ik ook. Die heeft een clean en een scheurkanaal. En het zijn eigenlijk 2 amps in 1. Fantastisch, 18 watt. Meer heb je niet nodig, want we doen alles op in-ears. Dus, gitaardruk of ampdruk is bij de Commelin is eigenlijk niet echt een issue. Zo. Dus dit is fijn zo, zeg maar. Dit is een hele fijne setup voor mij. En dit is wat we meeslepen op tour eigenlijk. En het is nogal wat.